Randy van Willem. Wat is dat voor gedoe met die ondernemers hier? Kunnen ze jullie een stootje vieze rekken of zo? Ja, we zijn sowieso een stootje vieze rekken, maar een andere mans ogen. Maar het is kunst wat de mensen niet bevalt. Dan hangt hier deze bijvoorbeeld. Ja. Ja. Is dat niet een beetje kortzichtig? Ja, wat is kortzichtig? Kijk, volgens die man, zijn normen en zijn waarden, is hij in het gelijke, hè? Dus ja. Maar volgens mij, is dit gewoon normaal, hè? Ja, het is maar net hoe iemand dat ziet, hè? Ja. Nou, ik denk dat ze een beetje verontwaardigd zijn, waarschijnlijk. Dat dit vroeger een klooster is geweest, maar dat je hier geen naakt kunt tonen. Volgens hun, hè? Volgens ja, ja. Maar hij vond het geen respect dat John, kom maar even. Hij vond het een gebrek aan respect dat wij hier naakt toonden in een voormalig klooster. Dat ging het om, dat het hier een kerk is geweest. Hallo John. Ja, maar als het omgeving vond ik dan mooi. Ja. Maar jij hebt er ook van die blote dingen staan, toch? Ja, maar goed, blote mag dan gewoon. Maar hoe kun je dan een oordeel over hebben als je hier niet binnen geweest bent? Of zijn die niet binnen geweest? Die man is hier helemaal niet binnen geweest. Dus die maakt een oordeel over in één affiche. Ja. Terwijl hij gewoon... Het ging op affiche naar buiten staan. Ja, ja. Terwijl hij gewoon mooie kunst houdt. Ja, ja. Dat is belachelijk. Dat zegt iets over hem. Nee, maar net wat ik zei. Ja, ja. Volgens zijn dan en waar is hij gewoon in zijn gelijk, hè? Ik kan hem niks aan doen, hij is zo opgevoed. Ja, maar zeg iets over hem. Ja, het zegt meer over hem dan over de kunst wat hier staat. En dan vind ik het helemaal erg als jij een affiche ziet en je benoemt alles met naam wat op dat affiche staat. Ja. En jullie zijn allemaal. Mensen die moeten hier ook weer bouwen, dat hebben we anders maken. Dit is al 20 jaar glas en tierlantentjes van de regels. Maar hoe het ook zij, ieder mag zijn mening geven over wat hij maakt. Ja, en de ander die reageert gewoon nog iets heftiger dan de ander. Hè. Dus eigenlijk, ja, het is een storm en een glas water.